Oké, daar gaan we dan, dames en heren. Ziet u deze tafel? Dat is de Paken Huppel de Flap van Pilat en Pilat. Schitterend ding overigens. Alleen die heeft al 10 jaar geleden onder ons huis houden. Mij, mijn dochter, mijn vrouw. We zijn niet heel erg netjes en zo. Dus die tafel heeft wel wat geleden en hij was onbehandeld. Dus hij is een beetje ruw geworden. Vlekken erin, et cetera. En daar ga ik vandaag wat aan doen met de Woka Diamond Oil Active Box. Daar zit eigenlijk alles in wat ik nodig heb. Maar eerst moet ik toch nog even een laagje schuren. Dus we beginnen ruw met 40, dan korrel 60, 80 en dan korrel 120 om hem mooi af te maken. En dat gaan we nou doen, dus volg mij. Ach, alles is een eerste keer. Dus er zit een rode knop op. Zou dat het zijn? Nee. Maar ja, je kunt ook de stekker er nog in stoppen. Dat helpt ook, denk ik. Laten we dat gaan doen. Rode knop, try to. Ja. Oké, dat was korrel 40. Het bakje zat helemaal vol. Nou, het schuren zit erop. Ik zal het weer laten zien. Het zonnetje breekt ook door, dat helpt wel een beetje natuurlijk, maar het is aanzienlijk beter dan dat het was. Zo, nou, ik heb de helft van het flesje intensiefreiniger gemengd met 5 liter water. Dat staat hier. Ik heb een doek en dan ga ik met een uitgewrongen doek ga ik de tafel behandelen. En ik sla geen stukken over, zoals het aangewezen staat in de gebruiksaanwijzing, dus daar hou ik me aan. We gaan door. Nou oké, afgenomen met intensief reinigen. Nu laten we hem 4 uur drogen. Ik heb hem buiten staan, dus dat gaat vrij vlot. Dus meteen aan het inolieën. Het moet nog 10 minuten intrekken. Goed ingeolied en de droogvallende plekjes moet je dan nog even bijolien. Maar dit ziet er eigenlijk al heel goed uit. Dus. Nou, dames en heren, dit is het uiteindelijk geworden. De olie laat je 10 minuutjes indrogen. Daarna ga je het inpoetsen en droog wrijven. En dan ben je klaar. En dan ziet het er zo uit.